Wat een goal! Ja, dat was echt een mooie goal. En ja, natuurlijk echt blij lang geleden dat ik heb gescoord. Zo is echt mooi voor mij. Ja. Wat een streep. En niet voor het eerst dit seizoen, hè? Nee. Ik denk ook ADO Den Haag hier thuis was ook een heel mooie goal. En ik denk, ja, deze was iets mooier. Want je zit je natuurlijk op die bank te verbijten en je hoopt dat je speeltijd krijgt om nog wat te laten zien, hè? Ja, natuurlijk. Ik wil altijd spelen. En ja, als je inkomt moet je je best doen om het team te helpen om terug op 1-1. En dat heb ik gedaan vandaag. En ja, natuurlijk ben ik blij. Want ik denk dat je vanaf die bank ook wel gezien hebt dat AZ eigenlijk geen poot aan de grond kreeg, aanvallend gezien. Nee, het was niet best vandaag. En afgelopen weken hebben we niet goed gespeeld. Maar nu moeten we beter in de play-offs. En mooi 1-1 tegen Feyenoord. En dan nu naar Heerenveen en moeten dat winnen. Dat zal toch een lastig verhaal worden, want Heerenveen lijkt toch nu aardig in vorm. Terwijl bij AZ gaat het de laatste week wel erg moeizaam, hè? Ja, zeker. Heerenveen is zeker in vorm en heeft echt goede spelers. Maar ja, wij hebben ook goede spelers en dat moeten we laten zien om woensdag. Ja. Je hebt al 3 keer tegen Heerenveen gespeeld, dus dit wordt de wedstrijd 4 en 5. Wat verwacht je ervan? Ja, ik wacht op echt een goede ploeg met goede individuele spelers en natuurlijk een goalscorer met Finn Boersen. En we moeten echt oppassen op de kracht van Heerenveen. Dat is de voorspelers, dat Basselijk ook de rechterkant en Ziyech ook. En natuurlijk Finn Boersen. En dat moeten we passen op niet een doelpunt krijgen. Ja. Stel dat Johansson nog niet kan spelen aanstaande woensdag. Afdic heeft niet echt een hele denderende indruk achtergelaten. Jij met een streep van een goal. Zou het dan niet tijd worden dat je weer een keer begint? Ja, dat is een keuze van de trainer. Ik ben altijd klaar en ik wil altijd spelen. Maar als je kiest voor andere mensen, dan moet ik dat accepteren. Maar natuurlijk wil ik iedere wedstrijd spelen. Ja. Als jij de opstelling zou maken, zou jij er wel in staan? Ja, zeker. Ik denk dat ik moet altijd hier spelen. Maar dat is niet wat de trainer denkt. Tot slot, wat gaat de man of the match nu doen? Ja, ik moet naar boven voor de sponsors. En ja, wat ga je dan doen? Praatje maken met mensen? Ja, een klein beetje een foto maken en iets leuk doen.